Ja, dan ben ik hartje Alicante. Ja, jullie zien het hier. Alicante, kijk hier. De haven. Ja, ja, ja. Kijk. Is dat even mooi? En dan zit ik te lezen. Opeens op de telefoon lees ik dat. Over Laporta. En Laporta. Over Koeman. Laporta die zegt ineens van... Het maakt niet uit wat er ook gebeurt. Straks hè, tegen Atletico Madrid. Koeman blijft onze trainer. Dat heeft hij gezegd nu. En dan denk ik alleen maar bij mezelf. Ja, oh, 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 oh. Waar komt dit ineens vandaan? Waar slaat dit ineens allemaal op? Nou ben je al weet ik veel hoeveel maanden bezig om Koeman gewoon niet te respecteren. Dat is wat ze gedaan hebben bij Barcelona. Geen respect en ze hebben hem behandeld als een idioot. Dat is wat we de afgelopen maanden en zeker de laatste weken hebben gezien. Want ze doen niks anders dan alleen maar lekker naar die kranten in Barcelona. En iedereen schrijft maar over dit en dat. En over nachtelijk overleg. En de opvolgers van Koeman staan al klaar. En na het weekend zou die worden ontslagen en klaar. En nu opeens komt Laporta. Die komt dan ineens met van... Oh nee, maar Ronald Koeman en ik... Wij hebben best wel een goede relatie. Maar er is helemaal niks aan de hand. Tussen hem en mij. Nou, er is genoeg aan de hand, Laporta. Want Ronald, die mag... Nee, dan ben ik heel voorzichtig. Die mag jou niet zo erg, hoor. Afgelopen zomer heb je hem zo beledigd. Door te zeggen van... Ja, nou, we gaan eerst eens kijken naar een ander. En als we geen ander kunnen vinden... Dan gaan we misschien wel met jou door. Hé, hey, dat gaat Ronald Koeman nooit vergeten. Dus er zijn een paar dingen aan de hand hier. Of ze kunnen op hele korte termijn... Geen opvolger vinden voor Ronald Koeman. En daarmee basta en klaar. En dat verklaart dan dat Laporta nu ineens zou zeggen... Nee, Ronald Koeman is onze trainer. Ja, ja, kom je nu mee. En dan nog even wat. Koeman, die werd zo beledigd door die Laporta... Dat die zei op een gegeven moment... Ja, maar luister even goed. Alles goed en wel. Maar ik blijf zitten als trainer. Ik ga absoluut niet weg uit mezelf. En die Laporta, die gaat mij betalen tot de werkelijk de allerlaatste euro. Dat is gewoon zo, vrienden. Neem dat maar van mij aan. Zo goed ken ik Koeman dat hij dat doet. En natuurlijk heeft Laporta nu gedacht van ja, maar wacht even. Als ik hem nu wegstuur, dan gaat me dat echt veel te veel geld kosten. He, tussen de 12 of 13 miljoen. Dus dat gaan we dan ook maar even niet doen. En dan kan er nog een derde ding zijn. Dat er iemand hem heeft toegesproken binnen het bestuur. En die hebben natuurlijk gezegd. Hé, Laporta, hou eens op. Denk eens even twee tellen na. Koeman heeft gelijk. De situatie is gewoon slecht op dit moment bij Barcelona. Dus wat denk je nou eigenlijk? Dat kan ook nog. Nou, het is één van de drie. En daar hebben we nu mee te maken. Nou ja, dan kunnen we dus redelijk ontspannen gaan kijken naar Atletico tegen Barcelona.